Verscheidenheid in cultuur is het symbool van levendigheid in een samenleving. Dit zei Jack Uden, vertegenwoordiger van de president van de Republiek Suriname, bij de opening van het driedaagse literatuurfestival. Het festival, deel van de Kittikotti-activiteiten en met als thema Eenheid is kracht, wordt georganiseerd door schrijversgroep 77 en de subcommissie Kittikotti van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023. Het evenement is bedoeld om kennis over cultuur duidelijk en educatief over te brengen aan jong en oud. Volgens Ude staat het thema in het teken van verscheidenheid in cultuur. En ik denk dat dit thema volkomen past in het straatje van een multiculturele organisatie als schrijversgroep 77. Eenheid te midden van verscheidenheid aan leden uit diverse culturen, dichters, prozaschrijvers, liedjesmakers, journalisten, recensenten, wetenschappers enzovoort enzovoort. Ook hier dus die bonte mengeling van culturen, talen, tradities, wat het geheel mijns inziens alleen maar interessanter en leerrijk maakt. Zelf denk ik dat uniformiteit van cultuur uiteindelijk een stukje armoede zou kunnen betekenen. Culturele armoede wel te verstaan. Maar terecht zegt men dat, in de taal van de symboliek uitgedrukt, een tuin veel meer aan bekoorlijkheid wint wanneer er verscheidene soorten en kleuren van bloemen erin staan die bij elkaar passen en niet op elkaar parasiteren. Historicus Jeroen Egger ging in zijn presentatie in op de geschiedenis van de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname en de nog voelbare tekens daarvan. Aan de orde kwamen onder andere de goudsector en de werkkansen van de Afro-Surinamers na de afschaffing van de slavernij. De ontwikkeling van de goudindustrie bleek een belangrijke ontwikkeling te zijn en duizenden Afro-Surinamers vinden werk in deze goudindustrie. Daarnaast komt langzaam maar zeker de balata-industrie op. Deze twee sectoren zijn van groot belang geweest in het leven van de groep Afro-Surinamers. Ja, en er zijn cijfers bekend en dat zie je dus dat het om niet een paar honderd mensen gaat die in de goudindustrie zijn, maar om 5, 6, 7, soms op bepaalde momenten 8000 mensen. Ja, dus het gaat om hele grote groepen en hetzelfde geldt voor de balata-industrie. Dus er was werk en daardoor inkomen. Dat neemt niet weg dat er nog altijd arbeid werd verricht in de kleinlandbouw, want dat is natuurlijk ook een van de misverstanden die er zijn. En dat is dus dat Afro-Surinamers al direct na 1863 massaal van de plantages weg zijn gegaan. Als ik dat hoor, zeg ik altijd van ja, maar waar was het werk in Suriname na 1863? Het festival duurt tot morgen, verdeeld over een ochtend- en een avondprogramma. Met onder andere een boekenbeurs in de avonduren. Voor vandaag stond een workshop gebaseerd op het boek Een kleine politieke historie van Suriname op programma. De activiteiten vinden plaats in het IGSR-gebouw op het complex van de Anton de Kom Universiteit.